In de Troubadours reis ik, songwriter en producer Chris Ton, dwars door Nederland. En ontmoet ik bekende Nederlandse muzikanten om in één dag een song te schrijven over hun roots. Deze week ben ik op pad met boerenrocker Hendrik Jan Bukkers. We gaan terug naar zijn Neder-Saksische roots. We maken de kop leeg aan de Meibeek. Het hele niksige hier, ja. Dat vind ik heel fijn. We gaan terug in de tijd met een Berkelsom. We varen hier in Neder-Saksenland. Ik noem het altijd Neder-Saksie. En verdiepen ons in middeleeuwse oorlogsvoering. Dat waren bloedige hit-and-run acties. Het zijn de troubadours met het prachtigste verhaal. Het zijn de troubadours, zingen een glimlach in je dagen. Keep on. Terwijl de Achterhoek ontwaakt, ben ik onderweg naar singer-songwriter Hendrik Jan Bukkers. Om in één dag een song te schrijven over zijn roots. We hebben bij hem thuis op de boerderij in Ruurlo afgesproken. Kijk eens! Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Alles wel? Jazeker, met jou ook? Ja, zeker. Want waar zijn we nu? We zijn in Ruurlo. Dit is mijn huis, ons huis. Hier woon ik met mijn gezin. Prachtig. Ja, het is een geweldige plek hier. Heel mooi. Zo, heerlijk. Ruimte. Ja, we hebben wel wat ruimte, ja. We hebben hier tuin en daarachter nog een heel stuk weiland en zo. Het is heel cool. Oh, dat is wel te gek, zeg. Ja, en dit is de boerderij. Van wanneer is die? Deze is van... dit gebouw is van 1900. De boerderij heet De Pierik. Maar de eerste vermelding van boerderij De Pierik is van 1488. Dus er zijn hier al honderden jaren lang steeds op de oude fundering weer een nieuwe boerderij aan het bouwen. Daarom staat hij ook een beetje op een terpje. Ja, ja, ja. Dus het is een hele oude plek, dit. Hey, en je komt hier origineel niet vandaan, toch? Nee, ik kom eigenlijk uit Heino, ben ik opgegroeid. En dat ligt in Salland, en dat is de Achterhoek. Maar ja, ik zie dat eigenlijk als één gebied. Het is allemaal Neder-Saksie, hè? Kijk, Neder-Saksie. Het is allemaal hetzelfde. Dus het is wel een andere provincie, maar ik vind die provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland slaat eigenlijk nergens op. Het is gewoon één gebied. Ja. En wat zou de eerste stop zijn? We gaan hier naar achter. Hierachter zit een mooi natuurgebied waar ik vaak naartoe wandel. Daar loopt de Slinge en de Meibeek. En een zandweggetjes, stukjes bos en zo. En dan lopen de herten lopen hier voor de voeten langs en zo. Weet je. Hartstikke mooi. Als je je kop leeg wil hebben, dan moet je daarheen. Daar, ja. Nou, gaan we dat doen. Hendrik Jan Bukkers groeide op in het Overijsselse Heino, waar hij al vroeg achter een piano kroop en zichzelf leerde spelen. Hendrik Jan breekt in 2000 door als frontman van de Tilburgse rockband Soundsurfer, waarmee hij door België, Frankrijk en Spanje toert. Maar in 2005 gaat hij terug naar zijn roots en wordt gitarist, zanger en liedjeschrijver van de legendarische Achterhoekse band Jovink en de Voedebietels. Als ook de Voedebietels stoppen, maakt hij naam met zijn eigen band Bukkers. De band die vooral in het Neder-Saksisch zingt en inmiddels alle grote feesttenten, festivals en schouwburgen zonder uitzondering volledig plat speelt. Hendrik Jan en ik zijn onderweg naar de Meibeek, die tussen Borculo en Ruurlo stroomt. Dit is een plek waar hij vaak komt, om, zoals hij het zelf zegt, zijn kop leeg te maken. Zo, en waar zijn we hier? Dit is de Meibeek, die stroomt hier zo heel mooi. En ik loop hier eigenlijk elke dag even naartoe. En waarom loop je hier? Wat... Nou ja, ik zit natuurlijk in het weekend altijd in het lawaai, in het gegil, zeg maar. En ik vind het heel erg fijn om dan door de week zo min mogelijk aan de kop te hebben. Dus ik ben het echt wel nodig, die rust. Zo, dat hele niksige hier, dat vind ik heel fijn. Je zijn niet van in het weekend in de feesttent en daarna in Amsterdam ergens... Ah, nee, man. Ik moet echt niet aan denken. Dat lijkt me vreselijk. Inspireert zo'n plekje nog? Ja, of komen hier nog ideeën? Jawel, dat wel. Want ik kan eigenlijk alleen maar iets verzinnen als ik de kop leeg heb. Dus als ik in het lawaai zit of zo, dan verzin ik niks. Dus als je hier loopt, dan komen vanzelf de ideeën. We gaan zitten om een begin te maken aan onze song en verder terug te gaan naar de muzikale jeugd van Hendrik Jan. Hoe kwam de muziek in je leven eigenlijk? Nou, dat was er eigenlijk altijd al. Wij hadden thuis een piano. Mijn vader speelde een klein beetje piano. En dus ik weet eigenlijk niet beter als dat ik als klein jochie al achter de... Toen ik er eigenlijk nog niet eens bij kon, zo zat ik al achter de piano. Oké. Okay. Die stond in de woonkamer gewoon? Die stond gewoon in de woonkamer. En dan zat ik de hele dag op te pingelen.
Toen ik jaar of 10, 11 was, kreeg ik een gitaar van een tante van mij. Die had ze gevonden op zolder ergens. Van, hier is een gitaar. Hier, jij maakt toch muziek? Ga maar gitaar spelen. En mijn broertje had een drumstel. Dus eigenlijk was het vanaf toen zo'n beetje dat ik elke dag als ik uit school kwam, dan ging ik eerst beneden een uur piano spelen. Dan ging ik naar mijn kamer toe, verdieping hoger, een uur gitaar spelen. En daarna met mijn broer een uur muziek maken. En s'avonds deed hetzelfde rondje, maar dan andersom. Dus ik alleen maar dat en doen. Alleen maar muziek maken. Heerlijk. Leuk. Dus, en wat werd er toen gedraaid een beetje thuis? Hoeveel muziek kreeg je zelf mee? Mijn vader die draaide vooral heel veel gypsy jazz en zo, zulke dingen. Dat vond hij mooi. En Louis Armstrong. Maar ook Creedence en Fats Domino. Op school natuurlijk alleen maar normaal. Ja, ja. In de jaren 80 ben ik opgegroeid in Heino. Ja, dan luisterden alle jochies normaal. Dat was eigenlijk het enige wat het toe deed. In 1992 en 91 was ik puber. En toen kwam dus echt de Black Crowes en de Jayhawks en Nirvana en Pearl Jam. Heerlijk, de grunge tijd. Het was een goede periode om met muziek bezig te gaan. 3, 4 sheets of empty canvas. Untouched sheets of clay. It's spread out before me. As a body one. Ik zat op een katholieke basisschool met allemaal van die boerenjachies wel. Dus alleen maar normaal te luisteren. Maar toen werd ik dus wat ouder en toen ontdekte ik dus dit soort muziek. En toen ontdekte ik dat er in Heino ook een hele club jongens was die dat soort die dingen... Dat ook, die dat tof vonden. Ja, precies. En die zaten in de gemeentetuin. Er was een park, een parkje midden in het dorp. Er stond een hele grote boom waar je onder kon zitten. En die zaten er altijd wiet te roken en gitaar te spelen en de Doors te luisteren en zo. Oh, heerlijk. En dat vond ik helemaal te gek. Ja. Dus daar ging ik echt helemaal... dat werden mijn vrienden. Ja. En daar gingen we de hele dag samen muziek maken. Jongens met grote dromen. Ja, toch? En met gitaren en lang haar. En, dat waren wel toen een beetje zo waar ik naar op zoek was. Zeg maar. Jongens die met hele andere dingen bezig waren als met alleen maar trekkers en boeren. En zo. Dat vond ik toen, vond ik het toen even stom. Zo. Ja. Ik was op zoek je naar... Je wilde daar even losmaken. Ja. Ja. Later is dat natuurlijk helemaal weer teruggekomen. Ik dacht van ja, maar goed, ik ben nu wel echt weer helemaal terug bij de roots. En ik vind het juist heel mooi. En wat is er van die jongens terechtgekomen die nu die onder die boom met jou zaten? Wat volgens mij hebben die allemaal gewoon een baan gekregen. Oké, ja. André had wiet. En Dirk een gitaar. We maken een start met onze song over Hendrik Jans en Roots. Wie schreef een song die we in één dag gaan schrijven en vanavond live op zullen nemen. En wie schreef een fantastische hits met elkaar. Saturday evening, I came to the old oak tree. We vervolgen onze weg door de Achterhoek en rijden naar de rivier de Berkel. En omdat Hendrik Jan een geschiedenisliefhebber is, en vooral van de geschiedenis van de Saksen die er in de middeleeuwen leefden, gaan we terug naar die tijd. En om dat te doen, heb ik historisch vervoer geregeld. Hendrik Jan, hoi. Hoi. Dank je. Ja, kunnen we meteen... De Berkelzomp uit Borculo, met lokale schippers Jan en Bert, zal ons over de Berkel terug naar de middeleeuwen varen. Moody River, more deadly than the vanished night. Moody River, your muddy water took my... En wat trekt je aan die... Weet niet, ik heb van kind af aan al fascinatie voor geschiedenis.
en de geschiedenis van deze regio. En daar bedoel ik dus Oost-Nederland mee. En dat vond ik heel interessant. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik vind het altijd mooi om te zien waar je vandaan komt. Ik vind, als kind had ik ook bijvoorbeeld een fascinatie voor stambomen. Ik heb ook helemaal de stamboom van mijn hele familie, van beide kanten, van mijn vader en moeders kant, helemaal uitgezocht. En dan ging ik bij mijn opa en oma langs van, vertel eens. En dan ging ze, wie was jouw opa? En dan was ik heel klein, was ik 8 of zo. Dat vond ik toen al heel interessant. We varen hier in Neder-Saxenland. Ja, hoe moet ik dit noemen? Ik noem het altijd Neder-Saxie. Neder-Saxie. Of Neder-Saxen. Maar goed, Neder-Saxen is ook al een staat in Duitsland. Maar dit, het ging wel een beetje Asterix en Obelix. Ja, Neder-Saxie. Nee, maar goed, het is ook een beetje in die periode. Zeg maar, na de volksverhuizingen, na de Romeinse tijd, rond 500... kwamen hier vanuit het oosten en het noorden Germanen. En die hebben zich een beetje verdeeld tussen aan de ene kant Saxen, aan de andere kant Friesen en aan de andere kant Franken. En ja, in het oosten van Nederland wonen nog steeds de Saxen. En die praten Neder-Saxisch. De rivier de Berkel is een deel van de oude grens tussen het christelijke Frankische Rijk van Karel de Grote en de heidense Saxen, die uit vele stammen bestonden en natuurgoden aanbidden. Tussen 772 en 804 na Christus vonden er af en aan oorlogen plaats tussen de Franken en de Saxen. Karel de Grote, met een groot en goed georganiseerd leger, wilde de in zijn ogen ongelovige Saxen met geweld bekeren en onderwerpen. Maar de Saxen gaven zich niet zomaar gewonnen en vochten hard terug. Dat deden ze aan de hand van hun onverschrokken leider Widukind. En deze Widukind werd een held en legende onder de Saxen. Ik heb een ontmoeting geregeld met archeoloog Michel Groothedden. Iemand die ons alles over de Saksische held Widukind en de middeleeuwse oorlogen kan vertellen. We hebben afgesproken op de Hazelberg in Bargen. Met uitzicht over wat vroeger het oude Saksen was. Michel, mag ik Michel zeggen? Hey, zeker. Hey. Hallo, Hendrik Jan. Hey. Die Widukind, wat was dat voor figuur? Nou, hij was een Saksisch gekozen leider. Dus uit al die stammen koos men de beste man om een opstand te organiseren. Iemand met draagvlak. Dat werd hij. Het verhaal gaat ook dat Widukind ook niet zijn echte naam was. Maar dat een soort bijnaam was die misschien wel... Wat bijdraagt aan de mythe ook bijdraagt nog, denk aan ik. De mythe. Hè, dat betekent zoiets als kind van het woud. En hoe zag die strijd eruit dan? Het grootste deel van de strijd, dat zijn toch campagnes geweest van Karel de Grote. Met zijn Frankische legers. Die het Saxenland binnentrok. Om daar dus de opstand te onderdrukken. Maar dat is Goliath tegen David een beetje, toch? Moet ik dat zo zien? Ja, nou, ik denk dat samen genomen, hè, als Widukind een groot leider was, dan kon hij dat lang volhouden. En hij heeft het maar liefst 7-8 jaar lang volgehouden. Maar werden er dan boerderijen platgebrand? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, als we zodra de... Het is tv, hè? We willen bloed. Precies. We willen ons... Nee, maar dat is bekend. De Saxen die het Frankenland binnenvielen, dat waren bloedige hit-and-run acties. Kerken werden platgebrand, christenen werden vermoord. En ongetwijfeld werden ook mensen meegevoerd als slaaf. Beetje hetzelfde als wat de vikingen deden in exact hetzelfde als wat de vikingen deden. Maar de Franken deden dat precies zo. En wat heb je hierbij? Hè? Nou, dit is een schild. Een Frankisch schild in dit geval. Met een flink zwaard erachter. Dat ook nog redelijk scherp is. Zo. En het interessante is dat dit soort zwaarden werden in dit Frankenland, en met name in de westelijke Achterhoek en de oostelijke Veluwezoom, werden die gemaakt. Dus dit zou zomaar het zwaard van Widukind kunnen zijn geweest? Dat zou kunnen. Dergelijke zwaarden, daar vochten Franken en Saxen mee. Waar eindigde het voor de Saxen? Nou ja, de grote opstand waar Widukind de leider van was, die eindigt uiteindelijk met een heel mooi verhaal. De werkelijkheid zal waarschijnlijk zijn dat het niet zo best ging met die oorlog. Dat de Franken aan de winnende hand waren. Op een zeker moment krijgt Widukind een visioen. Hij staat op een berg op zijn zwarte paard gezeten. En hij krijgt het signaal door, je moet kiezen. Kies, hè, kies verstandig. Ja. Op dat moment kiest het paard voor hem. Want het paard begint met zijn hoeven te trappelen. En die trapt wat grond weg. En vervolgens komt daar water uit de grond. Oh ja. En er ontstaat spontaan een waterbron. En water is al het symbool voor leven, toch? In dat soort verhalen vaak? Een symbool van de doop. En daarin ziet Widukind het voorteken van hierboven. Hij moet zich laten bekeren. En dat doet hij ook. Hij besluit uiteindelijk zich over te geven aan Karel de Grote. Je zou kunnen zeggen zijn volk te redden. Hij laat zich dopen. Karel de Grote accepteert dat. Neemt hem zelfs aan als Peterkind. En eigenlijk is met zijn doop is West-Saxenland, dus Westfalen en onze streek, Frankisch geworden. If I could throw you away.
nemen afscheid van Michel en gaan weer aan boord van de Berkelzomp om verder te schrijven aan onze song en terug te gaan naar een donkere periode uit Hendrik Jan zijn leven. Jij bent altijd de man eigenlijk die het feest kon brengen, toch? Ja. In de tenten. Mensen zijn altijd blij om te zien. Dus ik ging eigenlijk vanuit ook van, nou, dat is feestmuziek, dat is allemaal. Maar als ik een beetje door jouw werk heen ga, dan ga ik al eigenlijk bij de eerste plaat van Bukkers ga ik al fout. Fout ook. Nou, in die perceptie van het wordt allemaal feest. Ja, kijk, we komen inderdaad feest brengen, maar dat is natuurlijk wel meer dan alleen maar feest. Ja. Dat zou wel heel oppervlakkig zijn, dat het alleen maar feest was. Dus ik zing wel over de dingen die me bezighouden en bezighielden. Ja. En dat is niet altijd feest, nee. Dat is ook wel eens geen feest. Nee, want je hebt best wel een donkere periode ook gekend. Ja, nou, ik heb natuurlijk een tijd in Tilburg gezeten en dat vond ik in het begin heel leuk en op een gegeven moment helemaal niet meer tof. Nou, hoe zag die periode eruit voor jou? Bijvoorbeeld de scheiding met je eerste vrouw en je twee oudste kinderen? Ja, dat was wel heftig. Dat ging ook allemaal wel heel heftig, hoor. Maar op een gegeven moment kwam ik langs ons huis gereden en zo. En toen dacht ik, dan is het toch donker? Ik denk, laat ik eens gaan kijken. En toen was het helemaal leeg. Toen ging ik dan naar binnen. Het was helemaal leeg, waren ze weg. Die was gewoon vertrokken met die twee meiden. Oef. En toen was ik wel... Dat was wel echt zo'n enorm dieptepunt. Ik dacht van, shit, dat is het wel echt... En toen had ik ook echt helemaal niks meer. Ik had een studio, een anti-kraakpand. En daar woonde ik ook een beetje, een soort van halve zwerf. Dan is het wel de man alleen die het moet roken. Ja, dat was wel echt zo, zeg maar, zo rock bottom of zo, weet je. Ja. Maar hoe zag dat eruit? Nou, ik zat niet goed in mijn vel. Ik was heel ik weet niet of je het depressief moet noemen, maar dat was ik eigenlijk wel, ja. Ik zoop als een gek. Dan vraag ik er ook nog elke week zo'n stripje antidepressief wat bij je op, weet je wel. Ja, dan krap je niet van op. Nee. Ja, ik hobbelde toen wel een beetje van kater naar kater, zeg maar. Dat is een enorme kater en dan de hele dag beroerd en dan heel veel roken. En dan nog beroerder worden en dan... Ja, s'avonds weer bier gaan drinken en dan krap je weer op, weet je wel. Maar dat is gewoon verslaving, sloeg helemaal nergens op. Dat hou je niet lang vol? Nee, dan word je op een gegeven moment echt ons broer van. Maar ik ben toen op een gegeven moment, ik rookte toen, weet ik veel, 60 sigaretten per dag of zo, 3 pakjes zo. En dan elke dag een half krat bier. En dan word je op een gegeven moment heel benauwd en heel beroerd. En toen ging ik naar het huisarts en zei ik ben zo benauwd, ik ben zo ziek, ik voel me niet goed. En dan had die man dan gewoon tegen mij moeten zeggen, nou meneer Bukkers, stop eerst maar eens met drinken, dan stop maar eens met roken en dan kom dan maar weer terug. Maar die gaf mij antidepressief aan, want nu voelt zich niet goed. En toen kwam dat er nog weer bij op, weet je. En toen dacht ik van ja, oké, en nu? En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een opleiding in Friesland, een muziekopleiding. Wil je bij ons één dag in de week gastlessen komen geven? En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Ik denk, dat is een begin. Dan heb je een soort vastigheid. Hebben we weer een begin vanuit waar we... En toen heb ik letterlijk in die studio zo wat lege kratjes en lege flessen verzameld. Toen had ik €28 statiegeld en daar heb ik van getankt. Zo, en dan ben ik weer naar Friesland gereden. En toen kon ik weer mijn eerste factuur sturen en toen begon dat zo weer... te bouwen, weet je wel. En in die periode kwam ik ook mijn huidige vrouw tegen. En die heeft er zo'n tijdje aangezien. En die zei, op een gegeven moment zei ze tegen mij, is dat nou nodig dat je elke dag 10 flessen bier drinkt? Misschien moeten we eens proberen om er eens mee te stoppen. Ja, doe dat maar eens niet meer. En toen daarna zei ze van, weet je, is dat nodig dat ik elke dag 60 sigaretten rook? Stop er maar eens mee. Knap je van op. En toen zei ze van, zullen we dan nu ook eens met die medicijnen stoppen? En toen was ik helemaal, knapte ik enorm van op. En dat is Martine eigenlijk die dat dan... Ja, die heeft me echt letterlijk uit de put en uit de goot getrokken. Ja. Dat is echt goed gedaan. Ja, ja. En terwijl we terugvaren naar Ruurlo, leggen we de laatste hand aan onze song over Hendrik Jan zijn roots. Volgens mij hebben we hem wel, toch? Denk het wel. We rijden terug naar de boerderij van Hendrik Jan in Ruurlo. Om samen met troubadour en bassist Lars van Starreburg en Mr. Sound Robert Goudswaard onze song Niks aan de Hand live op te nemen. Ja, is goed zo toch? Top. Dank je. Hai to, buur. Proost. Dank dat ik een dag met je op pad mocht. En jij bedankt. Echt. Hartstikke leuk. Ja.
En vindt een beetje gelukt? Zie je van het nummer? Ja, dat is heel leuk gelukt. We hebben heel mooi gevangen wat er, hoe dat vroeger ging. Onder die boom in de gemeentetuin in Heino. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Goed en nu zitten we in een iets volwassenere tuin. Nu zitten we in Ruurlo, ja. Ja, mooi toch? Ja, hartstikke mooi. Nou, laten we erop knallen. Laten we doen. 1, 2, 3, 4. Onder de boom in het dorp, daar zag je mekaar. André had wiet en Dirk een gitaar. En wie schreef een fantastische hits met mekaar. En overdag naar de havo, ik was op de fiets. Al die VWO-dertjes, man, wat was ik verliefd. En ik heb ze al 20 jaar niet meer gezien. Ik heb ze al 20 jaar niet meer gezien. Genacht hier van leven, geen haast en geen brand. Duister en gretig, dat lag voor de hand. Het leek misschien simpel aan de andere kant. Veel te beleven, maar niks aan de hand. Duister en gretig, wie gaven ons woord? Wat gebeurde op vakantie, dat bleef op de boot. Dus is op de Schelling de onschuld vermoord. Dus is op de Schelling de onschuld vermoord. Gedacht die van leven, geen haast en geen brand. Duister en gretig, dat lag voor de hand. Het leek misschien simpel aan de andere kant. Veel te beleven, maar niks aan de hand. Niks aan de hand. En wie zullen het maken, dat we zien erin. Ik zag laatst Mark bij de appie. Naast de Chinees, hij had wilde plannen, maar hij werkte nog steeds. Genacht hier van leven, geen haast en geen brand. Duister en gretig, dat lag voor de hand. Het leek misschien simpel aan de andere kant. Veel te beleven. Genacht hier van leven, geen haast en geen brand. Duister en gretig, dat lag voor de hand. Het leek misschien simpel aan de andere kant. Veel te beleven, maar niks aan de hand. Niks aan de hand. Het zijn de troubadours met een prachtig. Volgende keer in de Troubadours. Lenny Koer. Zij neemt ons mee naar haar Eindhoven. Hai!